Maar nu eerst hebben we nog één gast die de hele wereld overreist. En ik ben ontzettend blij dat hij is. Hij is eigenlijk opgeleid als sieraad en industrieel ontwerper aan de Gerard Rietveld Academie in Amsterdam. Maar ook aan de Konstfackskolan in Stockholm. Hij is pionier op het gebied van sieraadvormgeving en werkt ook op het gebied van product design en openbare ruimte. En in 1993 richtte hij samen met Renny Raamakers het beruchte droogdesign op. En hij is nu onder andere, ik kan niet zijn hele cv noemen, het is echt te veel. Maar hij is onder andere nu art director van het Taiwanese label Han Gallery. En hij heeft een heel belangrijke rol gespeeld op het gebied van designonderwijs in Eindhoven. Hij was 25 jaar lang ook verbonden aan de Design Academy. Daar zal hij wat over vertellen. Hier is Gijs Bakker! De Academie voor Industriële Vormgeving. Het woord design moest nog uitgevonden worden in Nederland. Nu heeft iedereen daar de mond vol van en het is allemaal flitsend en geweldig. Maar toen ik in 1987 door Jan Lucassen werd uitgenodigd om te komen werken in Eindhoven, was de Elzentlaan en dit gebouw wat ik aantrof. Een paar jaar later hadden we er zo genoeg van om altijd die zachte G te horen bij de presentaties van de studenten, alleen maar familieleden te zien, dat er iets ontstond van, we moeten weg hier, we moeten gewoon naar Amsterdam. Dat hebben we gedaan. Gelukkig een vriendje van mij, geen familie, Guus Bakker, directeur van de Beurs van Berlage, die zag dat wel zitten, die denkt, nou, die academie is zo bezig daar in Eindhoven, daar kunnen we misschien wat mee doen. Laten we ze gewoon tegen een zacht prijsje hier in Amsterdam. En dat is ontzettend goed gegaan. Het werd steeds drukker en het werd steeds drukker in de grote zaal van de beurs van Berlage. Wat langzamerhand toch vergeten is door de loop van de tijd, en ik wil dat toch proberen uit te leggen, is waar is nou dat succes van de Design Academie op gebaseerd? Dus die naam van Academie voor Industriële Vormgeving werd al vrij snel in de 80e jaren veranderd naar Design Academie. Dat was vooral bij de overgang naar het nieuwe gebouw. Maar toen Jan Lucas de opdracht kreeg van de overheid om een academie van industriële vormgeving om te vormen van een plaatselijke karakter naar een landelijke karakter, toen heeft hij samen met Oelof Moritz, een van de meest bekende docenten in die tijd op de academie, het idee ontwikkeld om, en dat wordt door dit beeld goed weergegeven, om in plaats van de industrie als centrale punt, maar de mens centraal te stellen. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig voor de hand liggend, maar in 1987, toen het woord design nog geen rol had en ook weinig betekenis, was dat gewoon een enorme stap. Maar een andere tweede factor die heel belangrijk was, dat is het idee geweest om af te stappen van, zoals het traditionele academisch, dan heb je een afdeling voor meubel, je hebt een afdeling voor textiel, je hebt een afdeling voor publiciteit, grafische vormgeving. Weg met al die vakgebieden en verander het in gebieden waar je als mens in leeft. Dus dat werd mensen aan omgeving, mensen aan wonen, enzovoort, enzovoort. Daarbij het goede idee, want dat is het probleem wat wij internationaal op veel academies tegenkomen, dat als mensen te lang in het onderwijs zitten, dan sloft het in, dan is de objectiviteit ver te zoeken. En een van de dingen was om hoofden aan te stellen die hun praktijkervaring bewezen hebben, een belangrijke rol spelen in het veld, in hun vakgebied, en die als een soort onpartijdige persoon boven de docenten staan, boven de studenten staan, en daar ook op een hele kritische manier met studenten kunnen stoeien, discussiëren, vechten enzovoort. Dat werkte, dat is aan de hand van deze mail die ik binnenkreeg. Geen mail, sorry, maar het was toen de tijd echt nog in een envelop. En het spreekt voor zich. Ik moest er wel even, ik was toch wel iets geschrokken. Maar ja, als een dreigbrief ondertekend wordt, dan snap je natuurlijk meteen waarover het gaat. Maar
Het is een goed voorbeeld van de bijna agressieve manier, de bijna competentiesfeer waarin we in die tijd begonnen te werken. Het resultaat had deze sluwe, slimme vos allang verkocht aan zijn schoonbroer, geloof ik. En hij zelf zat in militaire dienst, dus voor die eerste show in de beurs van Berlage hebben we heel veel moeite moeten doen, ik was er nog boos van, om die kast naar Amsterdam te krijgen. Maar goed, hij is er dus gekomen. Wat ik net in het begin zei, van nu is het zo makkelijk om over design te spreken. In 1980 kreeg ik via het bureau Beeldende Kunst Buitenland. Toen was Gijs van Tuyl, die was daar de directeur van. En in kerstmis, 2 dagen voor kerst, belt hij op. Hij zegt, ik heb een probleem. In Stuttgart wordt een Nederlandse week georganiseerd, of een Nederlandse jaar. Daar treedt het Concertgebouworkest op, dat is het Nederlands Danstheater. En dan wil het Design Instituut in Stuttgart, die wil een tentoonstelling over Nederlandse vormgeving. Doe jij dat nou even? De opening is in april. Januari, februari, maart, april. Dus bij elkaar 3,5 maand. Daarvoor was er een periode geweest dat we, omdat hier in een land waar altijd strijden gestreden worden tussen diverse groeperingen, het Vormgevingsinstituut was weer om zeep geholpen. We hadden niets, dus we waren met een aantal mensen bezig om te kijken of we iets van de grond kunnen tillen. Praten levert niks op, dus toen ik die uitnodiging kreeg, had ik de mogelijkheid om binnen het design het zo te manoeuvreren dat niet alleen maar de opdrachtgever of niet alleen de fabrikant die het produceren, maar dat die ontwerp ook een gezicht zou krijgen. Op een gegeven moment werd er gezegd, ja, maar dan moet je natuurlijk ook, als je een overzicht van het Nederlandse vormgeven, moet je ook wel een multinational. Dus ik denk, oké, Philips, naar Eindhoven, wordt keurig ontvangen. En dan loop je tussen al die kleine kippenhokjes waar ontwerpers zitten te tekenen, zoekend naar een mooi product. En ik werd echt vrij wanhopig, maar op een gegeven moment zag ik een heel klein, een soort wekkerradiootje. En ik zei, nou, dat lijkt me wat. Maar toen bleek dat van Sony te zijn. Dus dat ging dus niet. En in die tijd, en sommigen die zullen die naam herinneren, was Noet Iran, een Noor, was hoofd van de designafdeling bij Philips. En die zei na die rondleiding tegen mij, ach, meneer Bakker, zegt hij, het is zo eenvoudig. Wij wachten gewoon wat Brown doet. Die haalt de kastanjes uit het vuur. Loopt het goed, dan stappen wij in die rijdende trein en dan gaat het ons voor de wind. Dat was 1980. Die tentoonstelling die heeft dan 5 jaar gereisd door heel Europa. Maar in een tijd dat Nederland, en dat moet je toch wel realiseren, op design 0,0 naam had. We hadden eerst Scandinavië gehad, toen kregen we Italië. Nederland, dat was gewoon echt nooit van gehoord. Dan, en dat is natuurlijk het fantastische van dit land, dat er natuurlijk heel veel goede opleidingen zijn. En dat er dus elke keer vanuit die goede opleidingen een aanwas komt van nieuw talent. En dat is dan toch in 1993, als Rennie Raammakers en ik elkaar ontmoeten en allebei iets hebben van, daar moet iets mee gedaan worden. Dan zeg ik ook van, dan moet je gewoon toch naar Milaan gaan. Ik bedoel, eerst was het Amsterdam, nou, dat hebben we dan gehad. Maar dan is gewoon Milaan is de plek, als je denkt dat je iets te vertellen hebt, dan komt de hele wereld tijdens de Salone del Mobile komt bij elkaar. En dan kun je gewoon toetsen of wat je bedacht hebt, of dat ook aanslaat. Dat hebben we dus gedaan. En het aardige is dan dat het woord droog was natuurlijk heel brutaal, omdat niet te vertalen in dry, maar gewoon droog. Dus de Duitsers dachten inderdaad dat het echt over droog, dus dat het de Amsterdamse scene was van de drugs. Nee, gewoon droog, simpel als dat. En ook wat we vooral voorstonden is om niet een soort collectief te zijn, maar gewoon een mentaliteit van denken. En dan ontstaat eigenlijk ook het begrip conceptual design, dat die mentaliteit zegt veel meer over een levenshouding, van hoe sta je in je vak, hoe sta je in de wereld,
Hoe denk je erover? Welke positie neemt je in? Dat zijn allemaal de belangrijke vragen die je stelt. En vanuit die vraagstelling ontstaan de concepten. En die ga je dan pas verder tot een realiteit, ga je die omwerken. Ja, op zo'n foto als deze is natuurlijk toch een aardig plaatje, omdat er na de hand grootheden op te herkennen zijn. Maar goed, die herkennen jullie vast zelf wel, ga ik niet vertellen. En in Nederland duurt het dan erg lang voordat je herkend en erkend wordt. Wordt zo meesmuilend, zoals Timmer de Rijk nog onlangs in de NRC, het werd net even gemeld. Ach, dat conceptuele design is toch allemaal maar flauwekul. Gelukkig ben je niet afhankelijk van Nederland. Toen dus de New York Times zo'n bericht als dit plaatste, toen kon ik echt merken van, we werden vervolgd, werden we aangezien. En wat dan heel langzaam gebeurt, is dat, voor mijn gevoel is het zo 1999, 2000, dat men niet meer over droog praat, maar dat het begrip Dutch begint te ontstaan. Voor mij is het zo rond 2000, dat je echt kunt merken dat er gesproken wordt over Dutch design. En inmiddels is dan Jan Lucas afgetreden en is Liedewij Edelkoort de nieuwe directeur geworden. En die slimme meid heeft natuurlijk in de mode meest fantastische relaties. Dus in 1999 hadden we onze eerste presentatie in Via Spiga, de duurste plek in Milaan. In een modezaak waar zij al lang voor werkte. En daarvan een prikje, een fantastische show konden maken. En dan is het Marije Vogelsang, naar de hand ook een groot iemand geworden, die met food design de opening aankleedt. Dan op een gegeven moment hebben we zo lang, en heb ik het zelf zo lang meegemaakt, dat ik in, wanneer is het, in juni, want vorig jaar besluit van, en nou is het genoeg. Nu draag ik het stokje over. En ik vind eigenlijk, als je nou vanmiddag hoort wat iedereen aan promotiemateriaal verteld heeft, hoe fantastisch Eindhoven is, ik ben blij dat ik hier weer om de hoek woon, dan zal ik nog zeker heel vaak terugkomen. Maar ik wens jullie vooral heel veel succes ermee. En dit wilde ik alleen maar zeggen. Dank Gijs Bakker.